Ziet u het nog goed komen met ADO Den Haag? Ik hoop het van wel. Ja, maar heeft u er vertrouwen in? Als er een eigenaar komt, dan wel. Maar nu niet, voorlopig niet. Nee, dat is het probleem, hè? Ja. Ziet u het nog goed komen met ADO Den Haag? Als die Chinees over de brug komt, ja. Dan misschien wel. Maar die kans is wel heel klein, hè? En anders gaan we gewoon weer terug naar FC Den Haag. Toch? Opnieuw beginnen. Opnieuw beginnen. Heb je er nog vertrouwen in? Nee. Nee, al jaren niet. Niet enkel dit jaar, hoor. Nee. Al jaren niet. Nee, maar dat gaat om het sportieve, denk ik. Het sportieve, ja. Sportieve, dus helemaal maar, weg. Maar nu hangt ADO echt als club aan de rand van de afgrond. Ja, ja dat hebben ze toch zelf gedaan. Ik bedoel, ze hebben dit jaar geloof ik 35 spelers erbij gehad. Komt het nog goed, denkt u, met ADO? Met ADO, het is wel te hopen, zeg. Hey. Ja. Toch? Nou ja, een kleine 5 miljoen, dan is ADO gered. Ja, maar dat heb ik niet in mijn zak, jongen. Zover gaat het niet. Nee. Komt niet goed. Nee? Als ze geen poen geven, dan... Nee, dan houdt het op. Ja. Ik kan er niks aan doen. Nee, heeft u geen geld? Ja, ik heb wel geld, maar niet voor ADO. Ik kan net mijn boodschappen doen. Ik vind het heel erg, maar ik zou niet weten hoe het verder moet. Ik hoop dat ze verder kunnen, maar ik heb er een hard hoofd in. Heeft u nog een oude sok op zolder liggen met geld? Was maar waar. Hey, was het maar waar. Dan zat ik nou niet hier, hoor. Dan zat ik ergens op de Bahama's. Ja? Okay. U zou het niet in ADO stoppen, in ieder geval. Nee, dat is zeker niet. Ja, het is heel erg, maar ja, ze hebben er zelf ook al mee geholpen. Ja. Je moet gewoon hopen dat je een goede investeerder hebt. Of gewoon iemand die misschien een keertje gek is of zo. Die denkt van, nou ja... Ik heb toch wat op mijn bank staan. Ja, toch. Ik gooi het er wel even in en kijk hoe goed het gaat. Maar ja, weinig kans natuurlijk. Ja, ik heb gelezen dat Boef wilt investeren. Dan moeten ze met hem aan tafel. Rapper Boef? Ja. Ja, zou dat wat zijn, denkt u? Ik denk dat hij heeft genoeg geld liggen. Maar heeft hij ook een beetje verstand van zaken doen in de voetbalwereld? Kijk, hij hoeft niet. Als zijn adviseur heel goed is, dan kan je heel ver komen. Ja, dat is waar. Nou, rapper Boef. Ja. Wie weet? Wie weet? Ja. Kan raar lopen, hè? Precies. Dag mevrouw. Ja. Heeft u nog vertrouwen in een goede afloop bij ADO Den Haag? Ja, natuurlijk wel. Dat moet erin. Ja? Tuurlijk. We zijn toch Hagenaars, dus dan moeten we voor ADO Den Haag zijn, hè? Ja, dan heeft u een kleine 5 miljoen misschien? Nou, misschien moet ik even tellen. Want dan kunt u de nieuwe eigenaar zijn van ADO. Ja, nee. Nee. Al had ik dat, zou ik het nog niet willen zijn. Nee? Nee, natuurlijk niet. Wat is nu de oplossing? Wie moet er nu instappen wat u betreft? Ja, je zou het aan Rutte kunnen vragen, maar ja, dan krijg je het in 3 fasen. Nu niet, morgen niet en nooit niet. Dan kan je lang wachten. Ja, dus. Heel lang. Nou ja, er wordt al jaren gesproken over een groep Haagse investeerders. Dat bedoel ik. En waar zijn ze dan? Nou zijn ze niet thuis. Jij zegt, nu moeten ze opstaan. Ja, vind ik wel. Geen Amerikaan of Chinezen of weet ik wat. Dat is niks. Zelf doen. Jongens uit Den Haag erbij halen. Heb jij nog wat geld over misschien om geld? In te stappen? Ik vind jou geen geld over. We leggen allemaal handen geen jongen hier. Wat doet dit nou met jou als supporter? Ja, boos. Alleen maar boos. Ja, boos. Maar je blijft ook liefdevol. Kijk, weet je wat het is? Natuurlijk word je boos als je een wedstrijd verliest. Dat is normaal. Ja, maar nu ga je gewoon failliet als club. Ja, nee, maar daarom. Dus ja, geen money, dan geen voetbal, hè. Nee, maar dat maakt je boos. Mijn handen gloeien gewoon, dus als je erover praat. Nou ja, we moeten maar hopen dat het goed komt dan met ADO. Ja, toch, laten we het hopen, man. Mooi, ik hoop het echt. Echt waar. Maar ja. Blijft je club toch, hè? Ja, natuurlijk. Ik heb nog altijd elke avond mijn lichtjes aanstaan, hoor. Wat voor lichtjes? Geel-groen. Boven je huis? Nee, in mijn woonkamer. Oké. Okay. Van die lichtslangen. Het is wel relatief gezien voor een voetbalclub natuurlijk een koopje, hè? Een kleine 5 miljoen. Ja, maar als nou niemand het nou wil kopen... Dan zit er toch iets vaat. Een kleine 5 miljoen. Een kleine 5 miljoen, ja. Blijf een hoop geld. En vooral in deze tijd. U heeft het niet? Nee. Nee. Okay. Gaan we even verder zoeken. Oké. Fijne dag. Hoi. Hoi.